Anouk zit na meer dan een maand nog steeds vast in Marokko. Om de tijd te doden deelt de zangeres bijna dagelijks nieuwe liedjes met haar volgers. Deze keer in een bijzondere outfit, haar pyjama. Ik heb alleen een soort handbagage mee, dus ik dacht ik hou vandaag mijn pyjama aan. Dat is weer eens een ander stofje dan alle t-shirts die jullie allemaal al gezien hebben, vertelt Anouk in de video. Tijdens de opname van haar lied, zit het de zangeres niet mee want op de gang wordt geboord. Ik moet even wachten tot ze gestopt zijn, zegt Anouk. Die tering boord de hele tijd. Anouk's volgers worden blij van haar video's. Waanzinnig mooi weer. En bedankt voor het lachen ook, klinkt het in de reacties. Ondanks de verre afstand, probeert Anouk toch zoveel mogelijk tijd met haar familie door te brengen. Op Instagram liet Anouk zien dat ze aan het videobellen was met haar familie. Familie Facetime, schreef Anouk bij de foto's. Eerder werd bekend dat de zangeres niet in het vliegtuig met Nederlanders dat dinsdag uit Marokko is vertrokken, zat. Dat heeft haar woordvoerder desgevraagd gemeld. Anouk is een van de honderden Nederlanders die inmiddels een maand vastzitten in Marokko door de coronacrisis.